alles gebeurt in... Welkom bij een nieuwe aflevering van Tapa Bankstel. De bedoeling was eigenlijk dat Serena Asset op de bank zou zitten vandaag. Helaas, zaterdagavond word ik gebeld en mevrouw Asset heeft gevraagd om er terug te trekken. Zichzelf terug te trekken, want ze wil even niet in de pers komen. Ik moet het doorgeven, want dit is maar ik verwacht mevrouw Asset. Maar ze heeft afgebeld en ik ga jullie vragen om samen met ons Tapa Bankstel crew voor er te bidden. Is dat toch Takawina zaak toch? Is dat toch die beschuldigingen tegen haar? En weet je, het is een beetje lastig zo dat je geconfronteerd raakt met de justitie en dat you de verdediger voor aan justitie. Is dat toch? Dus we gaan voor er bidden. Maar is dat Tapa Bankstel biggie? Is dat toch? Ik heb maar één telefoontje gevoerd. Want deze man was al lang op de lijst. En ik heb het verschil wel gemerkt op Facebook. Met die vragen over Gary. Jullie willen zoveel weten van die man. En het belangrijkste dat ik heb gemerkt dat jullie willen weten is... Hoeveel kinderen? Oh, meneer Sylvain. Ruben Sylvain. En een fout dat je nooit moet maken. Ja, twee vragen. Die van die kinderen. Ja. En van boos worden. Als hij boos wordt. Ik denk dat kan mij raken. Je denkt? Nee, dat denk ik. Zo mama, hè? Ik denk dat kan mij raken. Je bent zeker. Maar nou, een grappenmaker, man. Nee, maar dan gaan we straks. We gaan het even straks checken. Maar. Iets wat je nooit moet doen, ik ga je een tip geven. Want Sansa nooit in hem doet ata. Karama Sesam Boy. Nou, wie? Dat ben je als je pa mij raakt. Matide. Mok Karamang. Ik begin vandaag met Sesam Boy. Ja? Alles mag op Tapa Bankstel. Ja, ja. En het is nog steeds voor de beste mode. Ja, dresscode, want was doen aan Sesam Boy. Kogoluku, Ruben, Sylvain, alias Sesam Boy, want daar is het begonnen. Kogoluku. Sylvain! Kai! Sesam Boy! Alles lekker. We zijn straks terug! Rust even. Want misschien dat idee naar singing moet. Tuurlijk. Maar straks zo zingen we een pokoetje mee. Oké. Okay. We gaan mensen welkom. Trouwens, laat me je eerst welkom heten. Welkom bij ons. Thank you. En ja, ik had het al verteld. Is dat weer toch? Dus gelukkig Ruben tak. Ja, simpel. Want sommige mensen begrijpen het niet, hè. Het is een hele organisatie. Ja, is dat weer ja, ja. Toch? Ik moet Refo bellen. Ik moet meta bellen. Want ik bereken dat van de man is de man langer zijn if do. Ja, nou, ik en zit er ook in. Dus vandaar dat ik heb gezegd, oké, okay, ja. Ik ga het niet moeilijk doen. Dus mevrouw Serena, sterkte. Jerena, Ruben, we gaan vanaf het begin beginnen. Mm-hmm. Waar is Ruben Sylvain? Nee! Refonom hem, stel hem een vraag toch. Waarom, daar wil ik beginnen, ja. Waarom Tewans Makari Sesam Boy je wrak? Mine wrak na zo'n festang. Ik ben nooit boos. Ruben, no lee. Die zo net die me kong, Mikari Sylvain, zei tegen Sesam Boy, zei tegen me. Nee, me tak stoppen, ga nonsens. Zei de, omdat mijn ouwe opa, de boy. Dat is wat niet klopt. Oké, Ruben, laten we vanaf het begin. Oké. Ruben Sylvain, waar is dat begonnen? Waar is Ruben begonnen? Waar is hij geboren?
Ik ben in Paranam geboren, een bauxietstadje. Mm. In Para natuurlijk. Ik ben de zoon van de moeder van een laat me zien hoeveel kinderen. En 9 kinderen. Oh? Ja. En 3 meisjes. En een. En ja. En jij bent de hoeveelste? Ik ben, laat me zien, vierde. Vierde? Ik ben de vierde. Hoe was het op Paranam opgroeien? Paranam opgroeien was echt, het was geweldig. Het was één grote familie op Paranam. Mm-hmm. Je weet, en ieder kent een ieder. Daar mm-hmm. was het dag tante, dag oom. Mm-hmm. Discipline strak, weet je. En het was gewoon leuk daar. Maar van kleins af begreep ik bepaalde dingen al wat er allemaal gebeurt. Want ja, Suralco was daar. Mm-hmm, mm-hmm. En ik ga het zeggen, met Takasan Lekvasande, mm-hmm. er was duidelijk een discriminatie. In welke zin? In welke zin? Je had stafdorp, arbeiders, je had contractarbeiders en zo. Uh-huh. En je zag duidelijk de verdeling. Oh. Je zag duidelijk de verdeling. En vanaf mijn groepje kreeg met tigas aan het tino. Ja, ja, ja. Dus dat want tekkel tikkie dat pe? Nou, tekkel no tik mee, want geestelijk ben ik sterk. Uh-huh. Ik ga tegen alles aan. Uh-huh. Maar een somigro kong, uh-huh. uiteindelijk, ja, ook kong, vroeg moeten naar Paranam. Door bepaalde omstandigheden, uh-huh. weet je, zijn we naar de pond buiten geweest. Op pond buiten? Pond buiten, ja. Drape en mi pako fenu an presi. Aha. Also no beng baite de maf Paranam purun dape. Oh. Ja, dat met ik heb je discriminatie. Je vader werkte bij Paranam. Paranam, ja. Oh. En dan zijn we in de stad gekomen. Heuri, fenu an presi. Aha. Isabi, we moesten, ik zat op toen de tijd op de Fayalobi school. Aha. Weet je, ik ben Mikkelaas de klas af. Maar ja, we moesten verhuizen naar de stad. Mm-hmm. En dan ook een vadong. In Wanganda, mi pakon fenu an persil, na manier pondra pe ye pa yuru ma noiti nekba, ma persil la fiu. Mi tega desa, ne bepsa. Serisu. Mi tegi, e me kare ne manier pond, sabi mi mai pa ino ma want, wat is kan, dus gebeure, ma vader is komen te overlijden, vroeg aan mandede, en dan, mi mananga demtjing, wang, het was zwaar voor de Rwanda toen de tijd. Want de man had die goede oude tijd. Maar ze maar bij Pina zijn haren. Hoe reed, hè? Ze maar bij Pina hoe reed, man. Erger dan nu? Ja. En als het ware, Surinamers, we zijn een tevreden volk. Mm-hmm. We verdragen veel. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Weet je, en er was geen, als het ware, telefoon. Mm-hmm. In een waptelefoon in Osso. We hadden geen tv. En mijn grandma belde op een radio, Juno, Oru Philip. Als je 6 uur nieuws wil luisteren, dan ga je radio aan Kofu, 5:30. Dan mag je play 6 uur. Met deze. Sorry, is mijn grandma aan de hand in de klap in de radio. Klap! De radio hier, fiii, dat de lampen letten. Maar zo lees je. Ama van radio. Ama is tak, hoe nam je tak nek? Dat wist je want te wachten, klokje van 7. Maar u bent iemand die heeft ook geschreven op Facebook. Want we ook voorrang aan Facebook vragen nu, hè? Hmm. Want die mensen participeren ook in het programma. Ja. En iemand had het over je ouders, je moeder. Guyanees. Je moet je vragen als je Guyanees bent of Surinamer. Mijn moeder is Guyanees, ja. Juliana Brown. Hmm. En mijn vader, een Fransman, Sylvain. Sylvain? Ja, dus ik ben Douglas. Je bent een Douglas, echt een Douglas. Maar je bent als Frans. En ik ben Sylvain. Dat was dat, wat een nonsense. Ik ben een vader, pardon. Ruben, waar ben je op school geweest? Ik ben een eerst, laat maar zien. Het was een. Paranam school, een Fayalobi school, mm-hmm. Paranam. Mm-hmm. Ja, ik ben op een ogrihoofd drapen, een strenge hoofd. Meneer Des, hij belooft Fomtjing. En een Glen Des, denk pa? Nou, een Glen Des. Een Des voor Paranam. Hij ben de blakke wang. Glen Des naar de redi wang. Naar de redi wang. Ja, die poite. Ja, 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 de oplichter wang. Met Glen die roze. Aha. Na de
naar de Paranam. Paranam, dat zijn we gewoon op een pond. Pond buiten. Drapen koffie nog een pressie. Ze hebben nog een soort afdachtje. Nog maar scoren. En dan ben ik dan een Pinjeld school. Mm-hmm. Dat was een daar, nu van de weg. Mm-hmm. Want mijn mama pot me na een waar de Latour, Bakapolitiep, een Lomse score, mm-hmm. Latour. Maar toen we daar zijn aangekomen, is op den pater ting, is dat de ma actie, de maier de Sylvain, is dat de man tak van een, dat met een discriminatie toch. Mm-hmm. Mijn man na telefoon. Hoe naf zani? Daar hoe vast score drapen, tak een pater, dan een pater tak nou, het komt in orde, en zo. En dan mijn ma actie, maar hoe weten we dat dan? Dan een, hoe vast score tak, zodra het zo ver is, wordt hij gebeld. Dan nou dat mijn ma knapo, maar nou me lukken mijn ma want toen na telefoon. Uh-huh. Dat pauw bellen. Dan meteen mijn ma tak. Maar we hebben geen telefoon, dat waar gaat hij ons bellen? Ja, mijn ma nou, tapie schmoer. Isabi, je dat moeilijk. Moeilijk, dat is maar moeilijk. Jij als kind komt niet ertussen. Nee. Isabi, maar nou dus mijn wenk, mijn ma tak in haar telefoon, dat van mij, dus zoek aan mijn telefoon, dat ook kan zeggen. Ergens bellen. Ja. Maar dat nou, je kunt gaan, we gaan niet bellen. Dan mag mijn ma gewoon. Dan gaat hij die nooit bellen. Neem even de man die kleur doen roept in zo. In egal om ze scoren. Je moest neem een, laten we zeggen, van gender, Setnie, mm-hmm. Een soort klinkende namen, nooit meer. Nog erbij Loomse Kerkje. Ja, Loomse Kerkje, pater, ze moest bij die maar hij discrimineert. Maar Ruben, tot welke school, welke klas, welke school? Daar heb je afgemaakt. Zelfs daar ben ik gegaan naar RTS. Drapo bij Apo moeilijk, maar ook te voor mensen, bij Karimister voor mensen. We mangen wat lange barba, sangayang. Oh ja. En ik ben kwijt, ik ben jou ook. Vriend is er, nami. Ja, jou, ben jou kwijt. En vandaar ben ik dan en is op dan, apisten, dat moet je zelfs hosselen. Zo lees je tem nabis zo, maar wie weer, mijn masle per kwaad scoro. En want, als op een wc, trouwen tap zo is, abi, alleen voor toe weet ja, de pondboy is zo. Zo is je kaos, zo brood je nog de. Wat er is aan haar brood je. Dus en dan ben later, ja, ongeworoko ook toe, migoroko naar een Okahim bakkerij na school. Is dat je goop? Wat is aan je sibu? Wat is aan je sibu? Aye. Me barwanga des nis aan uneer. Ja, dat is niks aan de moeder. Mijn je die dan is niet 15 toch? I remember. En dan het, bakana, toen ben ik met dat score, maar ga brad af me, want ik zei, maar one day, want apaf me kon dede, weet je. Dus na mijn ma, nanga de ene Egyptien, de toepchien saf me, sabi trawang, weet je, one of them brad af me, die ene die nu kent, hij is orthopeed instrumentmaker, amma mem gua tatago studeer, amma no mango, Ugona en bepaalde politici, die vieren de meisje nu van de hak naar de tak. Want hoe weer nog gratis, plus een partij of wat weet je. Dus wat nooit, Sani. En zo toch, ik kon Fenjepi, ik kon Gwe, dat Gostukadoro, Atraptin Safmi, dat Trong, ja weet, verpleegkundige, zo zit City. Maar Ruben, you, niet, laat het over jou even. Want ik wil weten tot welke school je af hebt gemaakt. Een LTS. LTS. En daarna ben ik gewoon gaan werken. Maar waarom ben je niet door verder gegaan met de school? Hore. Na de break. Kies nu uit het snel en supersnel mobiel netwerk van Telesuur. Connect nu met superdata en geniet van videobellen, online gaming, mobile TV en meer. Supersnel internet op jouw toestel. Altijd online en connected big time.
Telesuur, keeping us in touch. Tap on the number 896-2301. Aanbaar lekker. Michi, de trendsetter, the best in fruit drinks. Goedemiddag, papa. Are, sangwani bai. Ah, mijn suku Ever, papa. Ever, mimatide. Nee, jouw post don't direct po bueno, papa. Srut, Ever. Ever voor het herkeuren van uw auto. Lichte vrachtwagens, brom- en motorfiets. Service, onderstelreparatie, scannen, balanceren, uitlijnen. We zijn open van maandag tot en met vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4 uur. Papa, behoed, behoed, lobby kade. Ik ga bijen allemaal. Are, oma, jai. Hai, behoed, behoed. Srut, srut, Ever. De snelle keuring. Srut, srut, Ever. De snelle service, dan zonder afspraak. Koreastraat 11. Bel met 43 58 28 of 89 88 606. Kies je voor kwaliteit, dan kies je voor Trends America Supercenter. Naast dranken en voedingswaren hebben wij diverse keukengerei en tupperware van de merken Tramontina en Panelux. Ook zijn we gespecialiseerd in Braziliaanse producten. Apparatuur en materialen nodig voor gebruik in het binnenland? Bij ons heeft u ruim de keus. Ook de gouddelvingsector voorzien wij van alle benodigdheden en onze inpakservice maakt transport van goederen nog gemakkelijker. Bezoek ook onze drogisterij met onder andere een ruim assortiment aan haarverzorgingsproducten. Trends America Supercenter en drogisterij. Anamoestraat 40, telefoon 550774. Ook te bereiken via de Dobroestraat met ruime parkeergelegenheid.
Hey, we zijn terug, mensen. We zijn terug, maar we gaan even onze... De man wordt ook mooi natanetje. Ja, 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 want meneer Kidri... Vertaal het letterlijk voor me. En, we gaan onze nek natmaken. We hebben verschillende smaken, Ruben. En, ik zie hier... Hey, oh, het is shuru voor ons mee. Sorel. Zorel. Shuru, ano inji dringi? Ja, maar nou een sweet wang. Nou een sweet wang. Je hebt een pommelicitair. Pommelicitair, Iwani. Ja, pommelicitair. Er is meer. Er is Marcusa. Nou. En er is zuurzak. Hey, zuurzak. Zuurzak. Ja. Oké, dat ook Lara zuurzak. Maar dit is motes, dat is mijn sapsana, dat is. Look, hoe erg. Hey, Michi. Even dringa, dat is je guabusi. Moet je me wango? Ja, nou een inji dringi toch. Shuru. Hier en nou, dit is van Michi. Look hoe vaak zuurzak dekkie. Look hoe vaak zuurzak dekkie. En ik hou ervan dat zak dekkie. Dekkies, hè? Ja. Kijk hier, kijk hoe dek. Wauw. Dit is echte zuurzak. En nou wat er. Dit is van Michi. Moet ik op je wachten? Of ja, wacht even op me naar Ruben. Die staan als Nees hier. Oh, nee, man. Oh, die staan Michi, hè? Na Michi. Hey, Michi. Kijk hier. Dit is die... Laat me even proeven of het die shuru is. No, dit is nou een trawang. Sorel. Ja, het is Sani. Sani? Oh, sorry. Na shuru. Shuru. Na shura, sweetie. Wauw, wacht dan. Het heeft eigenlijk te weinig eens. Mis op zee, maar ze doen greedy geen eens, boy. Echt, ik kan me niet voorstellen. Nou, maar... Hoe moet je nog te palen, Sani? Hij met tegen, boy. Je kan zien... Kom met dat next, hè. Hij kon niet dat probleem meer hebben, zo'n moet je. Kom met dat next. Laten we proosten. Op gezondheid. Lange libi. Tuurlijk. Ja? Ik heb niet eigenlijk heb ik je niet gevraagd. Mie, Abraham, een vraag, jongen. Zijn een vraag. Wanneer ben je geboren? Heb ik je die vraag gesteld? Nee. Mij stel hem een vraag dat hij... Nee, je wil nooit meer boren. Hoe oud is Ruben? Ruben uh-huh. is 65 jaar. 65 jaar. Je bent zeker van je zaak dat je 65 bent, toch? Tuurlijk, ik ben geboren 1955. Tedino, ja. Heb je calculator. Wanneer ben je 65 geworden? 3 oktober. Oh, je bent oktober? Ja, ik ben een weegschaal. Als je weet, ik ben een kubaka. Ja, Ruben... Ruben, hoe ben je stop na Fayakara Sanbaka? Scoro. Waarom ja. heb je de school niet afgemaakt? Waarom ben je niet verder gaan? Waarom ben je gaan werken? Ja, omdat natuurlijk, er zijn kinderen in huis. Die zade, mijn man om aan Belfaya. Die zade, en op de pond buiten. Zo lees je, mijn meteer. We gaan den grong. Die zade, we gaan poerkoosman. We gaan poer of we gaan furu? Nee, we gaan furu. Toen de tijd je Lenny. Je Lenny, want ze zitten in een noodsituatie. En atenda de bekarmi Aka. Aka, zei je? Ja, solliciteer. Maar bij Psa en Batskita gaan groen. Dat is een vriend, zei je. Ik heb een krap. Nee, atenda ben je echt. Heb je duty thing? Die vieri. En een misabete de bab, mijn grandma. Omgaat schoolreis. En sanno de, die vieri. Dat mijn grandma Chaviga abot go bij Buruku en dat was een school race. Isabi. En dan een abai aga abot. En is dat tegen een beetje smago bij Sani. Jullie kunnen geen etaki. Dat mijn grandma Luku aan Buruku. Afstand bij je tak, Buruku is no fit me. Abiji tumsi. Daar is mijn grandma. Nou, meneer Abon, Jima Buruku tapan lok toe. Wat mooi black Buruku. Mintak oma. Het gaat niet van tapischmoer. Ik denk, oké, okay, is goed. Dat is wat een pidep. Meneer Rabout, dan kan je maar een pidep. Wan bij die een pion. Serieus? Meteen die lange moe bij. Dat is je me. Je zoekt in. Ja, even je me van mijn chimangri. Je zoekt tot de bere. Meteen die tape op voet die tot de bere. Persoon met me. Dat me de lange. Zo lees je me, wat kan maar balansen. Nou, niet meer. Zo aan mij die patat. Dus na patat hoort mij knap. Mijn grandma. Anne Lukumat. Dat mij voor korant is sief aan patat. Ik dacht, oh, maar die patat is rood. Dat ik de gang is zo voet. Ik dacht, hij moet dat ik niet. Maar dan nou, hij toch was schoolrest. Dan weer aan mij die broeko. Ik dacht, oh, maar. Ik kan niet met deze broek op school gaan. Die kinderen gaan me uitlachen. En dat ik hier zang. Ik ben tevreden als hij het is. Ik ben. Gwanga scoro. Je vrouw loopt across haar steen. Want die weer netjes mooi lang. Ineens, Anu.
Dam lola moek. Mi lola moek. Na no item door een uur van uur. Dam nap tapa broodje dat in dat voer ook zo naar binnen toch. A winter wai heb je. Boy, dus nap mik nap meer. Na broek aan een pe wai sa misschien. Irma manjas een helikopter. Fetti borko, in dat school op president. Met hij die. Moest je ook vechten op school? Hé! Hey. Serieus? Ja man, apiste nati. Nou, met grap. Technische school? Nee, en ja, teko. Dan een vriend is die. Ruben, even hoor mensen, even hoor mensen. Kom zitten als Nissan Gio. Ruben, even. En dit alles gebeurt in... Ja, en we zijn terug. Ruben. Ai, hier en nou, het woord voor... helikopter, de crossie. Dus ai, ab winter wijn toch? Frrrr. Dus mezelf komt dat nou jongen is in zijn migramma pot met ja. If je die idee gang, hij pretty toch? En zo die zeggen dat hij. Da pretty, fado no, we inna gotro. O jezus. A pretty zo om te zien ja, en dan dat toen nog begrap. If je die want apissen dat, te de mij praten, zo bij die kouwbonjo. Altijd te mij maar met die poer, dan met die brabonjo. Aha. Dan een boy peri be weer mee ede. Dan vipa bonjo jeng. A bonjo fer na peri na een boy olof. Vanaf die de Aladdin toe maar bij een carbonio. Hier in Ruben. Je hebt de school toe verlaten omdat je je moeder moest helpen. Ja. Om de rest te verzorgen. Jawel. Wat heb je. Waar ben je begonnen om te werken? Ik ben begonnen. Wacht. Ik ben eerlijk, meubelbak. We worden verwaasd. Ik heb een lekkere cocktail hier. Zijn afliggende school toen die zoetje kan smaken. Nou, een smooth talker. Oh. Speciaal voor jou, smooth talker. Alsjeblieft. Oh, smooth talker. Go proost even bakken. Ja. Op die smooth talker van Atta. Als jullie die smooth talker drinken, dan heb ik een lekkere snack voor jullie van Morion. Mag ik het hier op tafel? Oh ja. Nee, wacht, laat me dit even. Laat me even snel. Want ik ruik het al, die Morion sardine. Dus tijdens de bezig, dus we jou weer dringen? Ja, dat, na een model. Wanneer word ik weer de volgende keer uitgevoerd? Hey Ruben, laten we even proeven naar Morion. Maar ik want toetje. Je bent grof. Ik heb wel een kleine mond mee, Rek. Maar boemang. Heerlijk. Hey Ruben. Waar ben je begonnen met werken? Wat was je eerste job? Meubelmakerij. Dat was in het pond zelfs. We ben met kunnen lezen, drapen, schuur, lezen en zo. In meubelmaker. Maar, dan kom ik toe aan Mati. En de man dacht, jongen, de meisje komen. Voor zo, hoe doe bron om voor. Je kunt het niet. Dus dat ook moet op Pamaku. Dat we guahokain. Bakkerij dat we pot odin onfu, bron onfu. Hij moet brood gebakken worden toch? En zo. En dan aan de meneer, dat is de sneeuw, zei ze, Juno. Ze de pomp aan de fietsbandie. Nee, echt mooi, volle brood, puntjes, echt. En dan daar, in een bakkadati, ja, dan ik ben een tjomman soi, want dat moet je wakker toch? Dus daar kon ik mijn mensen echt flink helpen. Bakadati, dan altijd tembe guafotosi, dan ben je de MP. De bakkara toch, toen de tijd. De bakkara ere, altijd naar de toen naar de. Altijd mee los toe rijden de motor. Maar, ja, je hebt je mooi voor ere motor. Dan kolla kwam mati van mij, aan mannen daar Amerikano, Henry Sanchez. Dan te amanta koevoer de motor, dat we rijden. Maar dat kilo waar de man is een MP de motor zo tof tapo. Met dat nou hoor hier fiets de lotjes goed. Dat man gewoon na kolok toe. Dat ook goed hebben de brigade de toch. MP brigade. Ja. Fort Zeelandia. Dat de fiets naar drapen. Maar de instroto, de nek bijna zat in instroto toch. Dat de man liep de instroto op de fiets. Dat man tak hier, zelf in jouw tekie, met dat ai. Dan nou, hoe gaat op de fiets? Dan zie je de man, daar bakken ze daarbij. Dan start. Hé! Hij toch start. Hoe oud was je? Ik was toen een 17, ik zou 18 worden. Dan start. Dan lusu. Dan een hele lange waterkant. Ruben, hoor Ruben, even. Nou een grap. Nou een grap. Nee, dat is de story.
Hoe gaat het met de tekst aan de rij? Wat is met de contract? Met de contract? Nog wacht ik maar een MP, Tori. Wat ik voer wat MP, Brom. Hoe nog voeren? We hebben het geleend. Oh ja, lenen. We hebben het op lenen. Ja, want je hebt het geleend. Want ja, je hebt het is van de start. Maar dan hoe heb je het terug, Bosora? Ja, dus dat doe je lange, lange waterkan. Aha. Had lange, lange pad van Hoogeruit straat. Hè? Tek pad van Wanika. In die sushi. Drie MP nou begaan. Dus die kans. Maar dan staat de MP vrede, want dan gooi je kruistok. Dus de man rijdt. Dus de man rijdt nou begaan. Rijdt temmers weg. Draai drapen. Tek een domborgo. Draai kom begaan foto. Dat domborgo kon vader nu aan goot drapen. Wat dat tenko lady. Dat de MP stien bij die toch. Dat de man hoort me lekwant tas. De man tek man. De man choga brigado, si wan biji bakarang wan biji snorso. Ramano. Weet je hoe ze het noemen? Joyriding. En weet je wat er met je gaat gebeuren? Dat ik weet het niet. En dat ik, waarom heb je dan genomen? En dat ik, ja, ik vond het leuk. Daar hebben we het geleend. Dus dat zijn we een beetje gaan rijden. En gewoon zo. En dat ik, ja, ik vond het leuk. En dat ik, oké, okay, hoe oud ben je? Dat ik 17, ik word 18. Dus deze man moet in dienst. Eh? Dus als de man kon zitten... Osso, ik kon naar ja. MP. Maar dan nou, die mego keur, de man vindt me lekker toen. Ze want om een baby. Maar bij Loba zit dat toen, dat mensen den gong toch. Ik dacht, mijn gong, dat mensen den panster tank. Sani, ik dacht, boy, mijn kon, ja. Dan was het aan tillen. De man dacht, jongen, het is een, wel jammer, maar jij gaat niet in een dienst kunnen komen. Je gewicht en zo. Ik dacht, hoe gewicht? Want dat nou, en, of dan moet je opgeroepen worden voor herkeuring en zo. Mm. Dat is goed. Hij heeft ook wel herkeuring. Spamming. Je kan ook een lotto in misgaan. Zeker. Zeker 5 kilo lotto. Hoe smelt een lotto dan pot in misgaan? Ja, man. Oh, je bent mooi bijgekomen. Als de man tek me. We hij toch ook was aan de rij dit. Het is toepele bij die pleuze. Mijn man zou een pleuze zijn. Alleen bij die stima heeft gezegd. Toch me komt binnen, binnen me komt door ons aan de rij. Dat ben bij een playgangster die de man. De man draait me tapu. Draait me tapu. En zo, hij te me door rappen. Ook in een klas, de man dacht nou, als je wil volgen. If you want volg, this is that zijn zo. Zo doen dat me goed rappen naar ja, kaderopleiding. Weet je? We volgen een kaderopleiding, dan kan je onderofficier worden en zo dit en dat. Dus en rappen dat strak, uit jullie gewoon klas. Waar jullie moet abakken, strak, lessen volgen en zo dit. Wat voor rang had je in de dienst? Ja, je begint als recruit. En dan word je bevorderd tot een na je dingen tijd. Je, hoe noemen ze het ook alweer? Ik moet een beetje zien, Najari. Je dingen opleiding, begin opleiding, opleiding. Ja. Dan word je soldaat. Soldaat. En dat daarna word je bevorderd naar jouw gedrag, jouw prestatie. En dan word je dan soldaat 1. Na soldaat 1, meteen soldaat 1, bakadati, oefen mooi. En dan word je korporaal, weet je. En dan draai je weer een groepsdiensten en zo dit en dat. Korporaal 1. En dan na korporaal 1 dan ga je naar de kaderopleiding. Als je daar ja, je best gedaan hebt. Maar de maïsaka 27 vakken die. Ben, ja, het is wel zwaar. Je schrijft je leerles, je scheet je leerles. Dus constant je leerles, je oefent je leerles. En dan, ja. En als je geslaagd bent, dan word je dan sergeant. Maar ben jij geslaagd? Jawel. Sergeant? Jawel, sergeant. En dan ben je toen verder gegaan? Ja, verder gegaan. Tot waar? Een sergeant 1. Ben ik tot sergeant 1 gaan, ben ik dan naar de brigade geweest. Ben een motor de. Eindelijk. Ben ik een, ja, rij op troonrijinstructeur. En toen de man zei escorteer president. Zo. Nou, je leidde maar op. Ja, me leidde maar op in het van de Maïris. Mijn schwaluw. Maar ik wil de motor. CB, hij regeert op een fiets, is op CB. Ja, man. CB. Zijn allemaal mee, jongens. Ja, die man van Maresca ook, is op Maresca. Ja, allemaal. De hele brigade van Dijk.
Van Dijk, Kabeli. Ja, dat zijn allemaal mee, jongens. Dus het is een leuke tijd geweest in het leger. Ja, binnenlandse oorlog, Kong. Heb je dat ook meegemaakt? Tuurlijk. Wat is het ergste dat je hebt meegemaakt toen? Hoor. Na de break. Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected à la C. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TeleSuur business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby. Connected à la C. Enjoy affordable connectivity. Still the most affordable. Taylor Sue keeping us in touch. Kies je voor kwaliteit, dan kies je voor Trends America Supercenter. Naast dranken en voedingswaren hebben wij diverse keukengerei en tupperware van de merken Tramontina en Panelux. Ook zijn we gespecialiseerd in Braziliaanse producten. Apparatuur en materialen nodig voor gebruik in het binnenland? Bij ons heeft u ruim de keus. Ook de gouddelvingsector voorzien wij van alle benodigdheden en onze inpakservice maakt transport van goederen nog gemakkelijker. Bezoek ook onze drogisterij met onder andere een ruim assortiment aan haarverzorgingsproducten. Trends America Supercenter en drogisterij. Anamoestraat 40, telefoon 550774. Ook te bereiken via de Dobroestraat met ruime parkeergelegenheid. Goedemiddag, papa. Are, sawa ni bai. Ah, mesuku Ever, papa. Ever, ni matide. Hey, yo posto, direct po bueno, papa. Srut, Ever. Evert voor het herkeuren van uw auto, lichte vrachtwagens, brom- en motorfiets. Service, onderstelreparatie, scannen, balanceren, uitlijnen. We zijn open van maandag tot en met vrijdag van 8 uur morgens tot 4 uur. Papa, behoed, lobbykade. Ik ga bijen allemaal lang. Arre, oma, ajaj. Hai, behoed. Evert. De snelle keuren. Over. De snelle service kan zonder afspraak. Koreastraat 11. Bel met 43 58 28 of 89 88 606. Michi, de trendsetter, the best in fruit drinks. Mensen, we zijn terug en als pampisie,
Wat is het ergste dat je hebt meegemaakt? Nou, ik heb heel wat meegemaakt, maar daarover gaan we niet praten, weet je. Het was te zwaar, ja, nou? Het is een, het zijn een, ja, het is een gevoelige zaak. Wacht even. Oh, menu. Ik mag mijn keuze maken. Ik zie... Van Garmel, we worden gesponsord door Garmel vandaag. Oh, Garmel. En dan mag je zelf kiezen wat je wil eten. Ik zie hier barbecue, carbonade, kip. Of een burger, kip of beef. Garmel style. Of een turkey met nee. Die burger heeft dan ook turkey bacon, ei en kaas. Of een shawarma kip. Burger. Burger. Welke burger? Hamburger, hamburger. Oh, hamburger. Ja, en hamburger zei het ding. Ik had het over burgers hier. Nee. Hamburger, hamburger. Ja. Mm-hmm. Dus je mag kiezen. Dus... Wat, dan kan ik hem direct melden. Carbonade. Carbonade. Ja, heb je gehoord, Bendo? Agu, maar je moet het lekker klein snijden, want ik heb een kleine mond. Ja, ja toch. Ja, ik moet netjes Bendo, eten. Dus van mij kan je een kip, je kan me een kip burger geven. Ja. Ja. Maar ik zeg je toch, je vond dat op televisie deze op de Enyang netjes toch. Ja. Want ik wil niet zo, want mijn Enyang grof. Je Enyang grof. Ja. En dan moet het nat zijn? Ja, het moet lekker nat zijn, sappig. Het moet lekker nat zijn. Ja. Dus met saus, hè? Ja, met saus. Maar het heeft geen peper, toch? Want ik ben al peper, dus dat, van jou willen we niet hebben. Oké. Okay. Ruben, we gaan door met een... Ja, je wil niet over dat stukje nee, dat praten. Gedeelte. Wat ik wel leuk vond, en, dat is wel een beetje, dat man toch niet zo gevoelig, want het was op een gegeven moment grappig. Mm. En tijdens de avondklok, dat de man bij Potu, de man pot me aan je boy, een Hindustanse jongen, Hassakan, was een collega van me, op de hoek van de wat industrieweg en een Van Hogeruitstraat, dus voor de brug. Ja, Daar moesten we post vatten. We waren gewapend, munitie hadden we alles. Dan is dat drapje een beetje elektrisch paard, toch naar CC. Dat de man pot hoe hard den tak omnap hard in de straat. Maar nu uit de man gwe, unu wang napu. En dan pissen de man best soetap soetap. Maar dan in de petten meer de B. Dat je de schotte komoro cross me. Dan met dat kasakan. Uno kan tang nap jaren. Hier is gevaarlijk, una no aan de kenja. Amman ik sam zei je vrede, mitak mine vrede, maar no aan de deter. Amman tak jong, commando bikkel zijn jongen. Mitak abonneren no. Me o watch you van daaruit. Is hier. Ik was aan Ipsadam kan komen. Amman tak ja, oké, zuiver. Dan ik ook knap bagade, is hier. Mis dof, mini de is hier, timmy zelf drapen. In dat doen we maar, de half twee moest deze maten. Is hier, uno wat op dan. Dat de wajap sam is hier, als ik kan stop wajie. Play bikkel man dat pe. Maar dan ook als een korte industrie. B! En die mire. Ai. De man zoet als ik kan de voeten hier aan mijn zelf in. Mimi ne pitchi. Mimi ne pitchi. In de lawaai. Mite ik dat dapper de boel. Ik dat dapper. Wanda kotaki. F mi pitchi. De man kan zoet me toe. No, Ruben, ik ben gewoon je fama, man. Oké. Maar jij bent zelf een pijde. Meneer Pietje. Kan de motor aan de doen. Dan, oké, de man reikon aan de jeep. Ik wil de man hier staan. De man reikon. De man tak wat is er aan de hand. Ja, man. Yo, mijn don jij broeder, jongen, maar zelf een dam. Maar ik heb hem. Dan komt er voor schijn van de zware boy. Ik heb zelf een feil zo. Mijn dank Samsa. Ik heb mijn konto de bezoek. Ik heb mijn minuutje pas schot motor. Ik heb mijn naplok op mijn jeep. Ah, je bekkel toch? Dus ik bekkel man, dat is zo. En mijn grandma leert mijn vrede man in de neerbroek. Dus en werkelijk mijn grandma leert die. Dus ik ben er goed vanaf gekomen. We hebben hem weggebracht. Volgens mij aan het toedrie die man aan mijn takkie wat. Maar nou ook we zijn goede vrienden gebleven. Dus en het was... Mama daar liep dit toch? Ja, hij lief nog. Oh. Hij lief nog Amanda Holland nou. Oh. Ja. Oh. Hij woont in Nederland. Maar het was echt een leuke tijd hoor. Ik mag niet klagen. En ik had ook een lieve vrouw. Anna de Moro. Ja, dat geval. Want, ja. Want utaku voor Rokotori. Maar Fafding Ching. Heb je kinderen? Want dat is ook gevraagd op Facebook. Hoeveel kinderen heeft ze? Ja, ik heb kinderen. Nee. Thuis was mijn tenue Adams kostuum. Ja,
dus dan begrijp je dat zullen kinderen komen, ja. Ik heb kinderen. Hoeveel? Ik heb 9. Aha. 1 is komen te overlijden. Aha. En zo, die was al 20. Maar dat kon niet. Mm. Maar de rest maakt het goed. Zijn 9 grote kinderen heb je in totaal? Ja. Oh. Totaal. En 1 is overleden. Dus is nu 8 geworden? Jawel. Oh. Dus eigenlijk, ik volg, ik paranga, ik ma. Want ze hadden ook 9, toch? Ja, maar mijn vader was beter. Hij kon goed berekenen. Hij. Waarom? Oh, je had 9 dus, thuis. Ja, toch? Dus mijn pa, Mick, dus, hoe deed 3 braden, toch? Mm-hmm. Nel, Iwan en Ruben. Mm-hmm. Behalve de trouwang. Mm-hmm. Maar een 3 na symbool voor familie. Uh-huh. Waarom? Omdat Awang Barad, mijn verjaar 3 oktober. Mm-hmm. Awang Barad, mijn verjaar 4 oktober. Eh? En Abidjiwang, verjaar 12 oktober. Is 3 maal 4 is 12. 12. Dus ik ben oefenaars aan dat mannen lukt. Daar heb ik 9 kinderen. Maar ken je die namen van die kinderen van je? Ja, wel. Oké, hoe begin je? Jermin. Aha, oudste. Ja, Carlos. Aha. Randy. Aha. Chiquita. Aha. En Jennifer. Aha. Sertinio. Aha. Gretchen. Ja, 8. 7. En De Maris. De Maris is 8. En De Maris en ja, en Marlene. De Maris is overleden. Ja, ja. Ruben, die vrouw van je. Ze is nu weilen. Uh-huh. Hoe heb je daarmee gedeeld? Het was een... dat was echt... Want jullie waren echt Tara en Jantje. Ja, Tara en Jantje. Ja, dat klopt. Dat was wel zwaar voor me. De hele tijd is het zwaar voor me geweest. Als je niet erover wil praten, hoef je het niet te doen, Ruben. Je praat er niet graag over, hè? Nou ja, het is al 5 jaar. April wordt 6. Mm-hmm. Dus liever niet. Liever niet, nou? Het was zwaar. Ja, het was echt zwaar. Mm-hmm. Omdat ze alles voor mij heeft betekend. Ze heeft echt alles voor mij betekend. Ja, ze was echt een deel van mijn leven. Mm-hmm. Echt een deel van mijn leven. Echt een leuke. Ze was lief. Mis je er nog? Nooit. Tot nu toe. Mm-hmm. Tot nu toe, ja. Omdat, ja, ze deed alles voor me. Ja, ik heb veel van haar geleerd. Wat heb je zoal geleerd? Nou, als het ware, ik was driftig. Mm-hmm. Weet je? Essentie. En, ja. Het is echt moeilijk. Mm-hmm. Ruben, daar kon ik het ook over, want misschien dat ik van je wordt emotioneel. Hoe ben je eigenlijk, want je was MP, je was in het leger, in een militaire politiedienst, maar je was ook komiek. Ja. Hoe die twee dingen, want in Berikon was MP, en vooral MP van Suriname, bij de Riedman, Koepting, is dat weet toch? Hoe combineer je die twee dingen? Hoe heb je het gecombineerd? Nou. Drink was aan, Ruben. Laten we even wat drinken. Daar komen we straks terug, mensen. We komen straks terug. En we zijn terug, mensen. We zijn terug. Ruben, idee? Iboom? Ja. Gaan we door? Ja, we gaan door. Oké, okay. Ruben. Ze is gaan rusten. Dus we plaatsen het. Gado de Weroko. Ja. Jerena, hoe combineer je? Want je was in het leger. Ja. En? Muzikant. Muzikant en comediant. Ja, mopetapper cabaretier. Mm-hmm. Waar is dat begonnen? Want je was eerst comediant. Ja. Of na eerst Pokumang? Muzikant. Oh, eerst muzikant. Ja, toen met een Tonelli. Mm-hmm. Tonelli, Michel van Samson, mijn broer en andere bekende figuren. Mm-hmm. En toen zijn we gestart met een toneel. Mm-hmm. En daar hebben we
een Kawina band opgericht, Tonelli. En we hebben verschillende plaatsen opgetreden in Suriname. Nikeri, noem maar op. En van Tonelli ben ik overgestapt naar een ander toneelgroep. Want toen is Michel van Somsan vertrokken. En toen, wat was die andere ook alweer? Ja, verschillende groepen. Verschillende groepen. En ik was ook freelancer. Als iemand me nodig heeft of zo. Op huisfeestjes en zo. In een Carifa. En een dingenband. Een Casico band. Maar Latina muziek, merengue speelden we ook. En daarna was het een Real Stranang. Na Real Stranang was het een welke meer van Robbie Becker, Dynamic Star. Na Dynamic Star was het Nyun Ting. Nyun Ting, samen met ook met Papa Edine, dat Papa Odini, dat was voordien. Nou, verschillende muziekgroepen hebben gespeeld. En de laatste waar ik tot nu toe in ben, Casimax. Casimax House Band. Ja. Ja, dus in en ook in een militaire kapel. Tamboermetter geweest. Nou, ik weet niet wat ik allemaal gedaan heb. Maar ik heb verdomd veel gedaan. Maar jij bent echt bekend geworden met het als comediant in Suriname. Het is boy, Sesam Boy. Ja, is dus... Team Boy tegen Sesam Boy. Ja. Is dat toch? Maar Sesam Boy trom opa nou. Toch? Hoe is dat? Waar is dat begonnen? Waar is dat? Wie heeft je ontdekt? En Sammy Monsels. Sammy Monsels. Ik weet het niet hoor. Ik had al een bepaalde leeftijd, maar ik hield van mensen plagen, weet je. Dredjes, maar tikkie, zitval. Ifadon dog, Barbie love, weet je. Dus ik had gewoon last van mezelf, om het zo uit te drukken. Ik kan niet rustig zitten. En uiteindelijk een heel leger concept niet. Dat zodat je iets aan mandaat hebt. Oh, doe een nonsens. Weet je dus. En een zekere heer. Het was tijdens een dingen. En die wil op tak bijvoorbeeld Japanese. Zend Sani uit in Sneesi. Japan. Weet je. Waarom man ik ben ik ook. Zijn maar tolu niet pun. Kan je ook. Zijn ik wees man dalangan ingi. Zijn ik wees man jokon ingi. Ano. Dat dus. Waarom nonsens. Dat Sami man. Ik zelf in mijzelf zei het. Ik dacht, misref no sabi. Maar dat is ook zo. Hoe ben een senatien betrong president hij. Dan een luitenant Snijders bij de militaire kapel. Dan wat ik. We hebben een Chinese president. Dus omstaan was niet spokken. Dan zei hij, ik kan Chinees zingen. Want ik zelf een... We maken geen grappen hoor. Dan tak ja, tak het is voor de president. Wie tak ja, ik kan Chinees zingen. Dan man tak, oké, dan schrijf je tekst, dan gaan we het oefenen. Dan met die man een melodie, alles aan mooi. Nou, en Snijders go tegen kolonel Elstak van, we hebben een zanger, ik kan Chinees zingen. De man dus, en ik ben gewoon Elstak. Want ik kan je werkelijk Chinees zingen. En met tak ja, tak een... Het maakt een zin voor me in Chinees. Je dacht, kijk, pak hem, kijk, pak on, niet hou. Maar wat betekent dat? Mitak, jij zit rustig en dan maak je me het leven moeilijk. Maar dan bloek ik me terwijl ik me nog verstaan, dat ik me niet gewoon al lauw. Na Sam doe, item ik weer. Ik heb verschillende sneeswinkels. Dus heb je dat aan mij klopt, aan mijn rem toch? Aan mijn rem. Adi dim dem singen drap je. Na paleis. Snijders tak zilven. Alles goed. Mi tak ja wel. Mi knapu. Dat zin. Boy fysi kasten. Buitenlandse kasten man. Mi tak boy sot stront uit ek mi ja. Zomaar toch. Na nu zan ik kon ami. Maar boy dark ja man. Dat zilven. If na. If ana serieus. Snijsi ja de mou verstaan. Mi tak de ne verstaan het. Mi e singi gong. De man dat zan is niet. En dan moet ik zelf zijn. Na serieus. Dan moet ik nou serieus. Hij heeft de kapel begin. Dat snijden zo in mijn kan begin. Lau tai kishen nu menku. Hi sao kishen ni yen kai. Hi hao kiu
Pak hem kiwi loki pak on. Isa wisin. Sistam. Maar dan nu. Sinasen is dat niet op. Item ma. Applaus. Stand opatie. Ja, stand opatie. De heren vroeg Sinasen nog. Maar zijn te werkelijk zin? Zin. Ja, terwijl hij verstak in moer. Hij verstak. Dan nu. Hij toch wat kampen. De heren af een mooi lieuw. A man ben len sudat moni drap. Era mano. Cel fon sotu kai sing da peta kai sing sti sti ta. Da tanti ri no teni de pa. What if el sta ki era? Tanda. Kade de mas roto mi fet. Ni va. A ba kadi ana Snyder's con sabi fan. Na o alon rot so mi sing. Era mano. Mar tu as gut. Da din no an china senza kate sei kan gut sine. Oei, nou dus het was echt een leuke tijd, hoor. Je hebt ook toneel gespeeld? Jawel, ik had ook een toneelgroep. Welke? Onsasi. Oh, ja. Ik blijf ook Kulip Chimblakaboy, de hoofdrolspeler, hier, zowel Nederland. Ik had een Aisasi, Trangalobi na Osof Sernang, een Nalibi Fumis de Neef. Ik ben nu weer bezig ermee, ik ga ermee starten. Zodra is F COVID gwe. Maar zolang het is, maar je ziet trangen. En ook weer. Weet je, dus ja, ik heb een leuke tijd tot nu toe, hoor. Aha. Ik ben nu bezig. Ik blijf nu in Coroni. Oh, Coroni, het dan ook? Ja. Oh, Coroni. Daar hoef je huis daar. Ja, daar hoef je geen olie te kopen. Ik ben bij de familie blij. Daar hoef je geen olie. Ieder kent me daar. Ik kreeg olie. We planten. Kip, alles is daar. Dus, en daar is COVID vrij. Ja. Dus COVID. Ik heb het niet gedaan. En laten we zeggen van ons allemaal. Van ons, oké. Maar waarom ben je niet meer bij, was je niet meer te zien in 1-1-3? Ik had het te druk met Casimex, zoals ben toch? We spelen voor Javanen, Hindustanen, Kriolen. We spelen ook voor Chinezen. Maar alleen is niet nog op dansen. Weet je, maar het is een. Wat zou je opnieuw willen doen? Wat trouwens, ik heb nog een paar vragen. Nee, even nog. Ik moet even nog één vraag stellen. Ja, even nog één vraag. Wat die vraag. Voordat we die vraag gaan beantwoorden. Toch? Mensen willen weten, dat is echt Facebook. Mensen willen weten dat van boos worden. Toch? Als je ooit eens boos wordt. Maar Catherine heeft samen met een zoon van je gezeten. Aswa gerest voor me. Ja. Atak, ze heeft je wel boos gezien. Wat kan jou boos maken? Ongerechtigheid. En de pinavolk. Als ik mijn medemens zit pinaren, weet je, dan kan ik wel boos worden. En als een man een vrouw slaat. Dus nu word je extra boos. Ja, dan kan ik boos worden. Want de vrouw is om te spelen. Ja. Is een sieraad. Weet je, en de nakking. Desnoods, if a kosje of wat doen, dan loop weg. En vooral ooit, de laatste tijden. Maar even, heb jij ooit een vrouw moeten slaan? Nooit. Ik ben sugar daddy. Sugar daddy. Ja toch. Ja, heb je nog last van die vrouwen, Ruben? Nou, niet zozeer hoor. Het hangt er vanaf hoe je opstelt. Weet je? Ik heb geen last van ze. Zullen jullie ook van mij niet? Oké, soms zie je lekker nee. Maar, zijn of jullie om geklet. Ja, ja. Weet je dus, maar dat is gewoon normaal. Ruben, ik hoor je altijd dat ding vertellen. Nasi met chapar en zonder chapar. Gaan we echt afronden. Nasi met chapar. Of zonder chapar. Even schuins, hoor en recht, Jimmy. Het gaat recht voor je. Ja, hoort recht. Het is gewoon normaal, hoor. Kijk, sommige mannen. Als je naar waarom gaat, toch? Ja. Dan zeg je, geef me nasi, maar geen chapar. Want a chapar is fasant. Maar, en je potje maar, dan nasi gratis. Ik vind het dus dat je niet, aka. Maar als je niet uit je paar, nou, dan zou je het wel ervaren.
tien jaar man als je naar Japan. Alleen tien jaar. Nee, maar voor Mati, Jona, hij werkt ook voor ons. Een jong, jong boy. Hij doet gewoon met dingen, vijfkaring. En man aan nasi met chapar en pindasaus. Dan wordt hij gehinderd. Ruben, we gaan echt afsluiten. Als chapar kan, goed niet meer zo. Het is gevaarlijk hoor. Het is gevaarlijk. Ruben, we gaan even afronden. Je bent 65 nu. Ja. Je bent gepensioneerd. Jawel. Toch? Laatste, dat we tap echt. Je bent gepensioneerd. Wat doet Ruben nu en wat wil Ruben nog doen? Nou, ik wil nog heel wat doen. Mm. Er in een potentie. ADT. Ja, ik ben voel je nog fit? Ja, ik heb geen last van bloeddruk, ik heb geen last van suiker, ik heb geen last van niks. En af en toe kreeg ik wel last van mijn broertje, weet je. Wat doet hij? Hij wil vaak gaan vechten, maar hij vindt die gestanden. En die mensen, oh ja, die mensen vragen ook, je handen zijn zo lang. Hoe komt het dat je handen zo lang zijn? Luister nou. Kijk, soms als je een vrouw tegenkomt, dan is dat de kenmerk. Kan ik gaan of niet? Ruben, wat tapu. Breng die procentjes. Wat zijn die procentjes? Ruffel, breng die procentjes. Ruben. Kijk nou. Je kreeg van Telesuur. Mijn hoofdsponsor krijg je 50 SRD belt. Ja, dat mag me dat pijn. Oké, dan. Vanaf LTT. Oké, dan. Je krijgt 50 SRD van ze. Digitaal opgewaardeerd. Je krijgt van Gorgeous en Rich. 50 SRD. Ja, belt te goed. Belt te goed. Ja. Zo'n beetje televisie. Ja. Ruben, wees tevreden met je lot. Anders ja, krijg je niets van. Van God. Oké. Okay. Nee, maar God schrijft Saman niet. Ja, ja, oké. Okay. Ruben, hier en al. Je kreeg van Gordes en Rich kreeg je een waardebon van 150 euro. 50 je mag, euro? Je mag in de... hoe heet die? Times Mall. Times Mall. Zijn in de Times Mall. Mag je daar bij die winkel gaan shoppen. Shoppen. Ja. Dus dat de moest het je aan stel. Oké. Okay. Ja? Oké. Okay. Van Michi, je bent een gezond mens. Je bent nog fit. En dit gaat je fitter maken. Oké. Okay. Ja, yoghurt, alles is erin. Sappen. Melk is goed voor elk. En van Morion kreeg je dit pakket. Boy. Ja, sardine lek sardine. Ah, sardine hè? Ja. Sardine lek sardine. En dan gaan we shotten. Oh, shotten. Ja, we gaan shotten. In één keer. Ja, dank u. Dit is voor u. En van Mix and Surf Cocktails krijgt u dan twee sleutelhangers. Twee. Ons nummer staat erop. Als u wat heeft te vieren. Oké. Okay. Mag u dan altijd belletje blijven. Oh, we mogen geen feest vieren. Lockdown. Nee, tot 20 mensen. 20 toch? Tot 20, oké. Okay. Ja, 20 mensen. Zien. Ja, we horen safe. Kijk naar Ruben. Nee, Ruben, wacht die nou. Ruben, één keer. 1, 2, 3, go. Ajo, ago. Nog compleet fit man, Jair. Absoluut niet, no? Ja. Je drinkt geen alcohol, nog heel gelukkig alcohol, daarom. Oh, dat is van mij. Ja, dan moeten jullie goed eten wanneer jullie zo drinken. Wauw. Ja. Wat? Meedoen. Juna carbonade, hè? Jawel, varken toch? Ja, klein, klein. Ja. Ruben, dan mag jij alvast eten. Eigenlijk is het doe ik het doen als aan niet, maar. Jonjan toch, dan moet je nog doen, maar dan moet je ook een opa wat snel doen. Maar ja, een andere keer. Ja, volgende keer. Ja, Ruben, ik ga afsluiten. Ja, waar mag ik afsluiten, jongeman? Bij Meta. Jullie wat? Hebben het gehoord van de man himself. Hij is geen sissom boy meer. Hij is nu sissom opa. Ja. Je hebt allemaal gehoord waar het is begonnen. Maar doe jij het niet, alsjeblieft. Doe het niet met deze... militaire polities. Want. Inoveni draaien. Ze hebben hem een kans gegeven en heeft het benut. Isabi. Daarna is hij muziek gaan spelen. En toen. De man ontdekken man baga. Met zijn Chinees nummer. Samen script schreefie. En hier zit hij nu. Lekker fit. 65 jaar. En heeft een heleboel in zijn leven gedaan.
Zeg je toch? Dus mensen, je hebt een heleboel fans. Is een legend zit hier. Een living legend. En daar mag ik groeten, hè? Ja, je wil groeten, hè? Hoe gaan we groeten? Oh, je gaat tenten en ja, dat tenten en gaan we doen. Dus Ruben, heel veel succes in je verdere leven. Thank you. En dan gaan we die tetterenten in die middelste camera doen. Oh, daar. Ben je ready? Jawel. 3, 2, 1. Tetterenten. Tenten. Peperenperenten. Pe. Ruben, doe even met je neus die ene met die trompet. Hoe begint het ook al? Ten 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 ten. En een speciale dank aan onze locatie. Onze locatie vandaag is de veranda. Hele mooie plek waar jij gewoon rustig hier kan komen zitten en vergaderen. Is dat niet toch? Lekker luchtig, covid-vrij. Mocht je iets hebben, mag je altijd contact maken met de veranda. Waar is de jarige? Waar is de jarige? Hey, happy birthday, bro. Hey, thanks. Ja, mam, je hebt een chance, Anki. Ik hoop dat je er flink gebruik van kan maken. Zou je toch, maar. Je bent de enige van Sachar cadeautje meer. Maar ik ben ook de enige hier. Of gaan dit erop? COVID. Oh, hij heeft COVID niet voor die tas aan. Maar ik kan plaatsnemen. Wie gaat zo? Ah, ik ga zo. Thanks. Lee, ga je niet eten, Lee? Ja, dank. Er zijn verschillende gerechten. Kijk wat je lust. Boy, kom eens aan de man, Bori. Kom in, Tiki. 12 seconds later. What the fuck is that? We now want to tante. In hate. We now want.